Hallo allemaal. Mijn naam is Raf van Bergen, een van de adjunct-directeurs op het PITO in Stabroek. Wij willen jullie alvast even kort onze school voorstellen. Hallo. Ik heb een folder van jullie school gekregen en ik had graag nog wat meer informatie voor mijn dochter die volgend jaar zou starten in het eerste middelbaar. Goedemiddag mevrouw. U kan zeker een aantal vragen stellen, maar de eerste vraag die ik eventjes zou willen stellen, gaat uw dochter inschrijven voor 1A of voor 1B? Ja, wat is eigenlijk het verschil tussen 1A en 1B? Wel, het verschil tussen 1A en 1B zit er maar eigenlijk in. In 1A schrijven wij de leerlingen in die een getuigschrift behalen van de lagere school. Ik ben klasleraar in 1A. Een klasleraar of titularis vervangt een beetje je juf of meester van de lagere school. Wij willen graag dat je je goed voelt op onze school. Daarom zien we elkaar in ons vast leslokaal. We voeren klasgesprekken, vieren jarigen en doen nog zoveel meer. Als jij met een probleem zit, groot of klein, thuis of op school, kan je dit ook komen vertellen. Samen met je klasleraar wordt er dan naar een oplossing gezocht. In onze school moet je in het eerste jaar nog geen richting kiezen. Alle leerlingen in 1A volgen 1A met stem. 1B is voor de leerlingen die geen getuigschrift hebben behaald in de lagere school. Hallo, ik ben Vanessa Hartmans en ik ben leerkracht in de B-stroom, in 1B en in 2B. Ik geef hier ondertussen al 16 jaar les en ik vind onze leerlingen in 1B en 2B, dat zijn leerlingen die zijn praktisch ingesteld. Dat is niet alleen belangrijk voor in de praktijklessen, maar ook bijvoorbeeld in de theorielessen spelen wij daar heel handig op in. In de lessen PAV bijvoorbeeld werken wij rond projecten. En die projecten die gaan allemaal binnen één thema. Binnen dat thema gaan wij dan met hen heel veel dingen doen. We gaan ze dingen laten opzoeken, we gaan ze dingen zelf laten ontdekken, we gaan ze dingen laten maken. En ook binnen de andere vakken gaan ze daar mee op inspelen. Nu bijvoorbeeld zijn wij bezig met het thema Halloween. En bij Halloween kunnen ze dan bijvoorbeeld in PAV recepten opzoeken. Gaan ze daar eerst wat achtergrond over leren. De geschiedenis van Halloween komt daar dan bij in. Maar er horen ook receptjes bij en die kunnen ze dan bijvoorbeeld in hun stemlessen weer gaan beginnen maken. Of in de praktijklessen gaan ze dan die pompoenen eens een keertje bekijken. Dat zijn allemaal dingen die we samen kunnen integreren, zodanig dat wij de leerlingen echt kunnen onderdompelen in dat bepaalde onderwerp. In het project wonen bijvoorbeeld is dat ook zo. Het bouwen, het maken, dat doen ze in de praktijklessen. Maar wij gaan daar dan in PAV al hetgene dat daar rond is ook eens een keertje bekijken. Dus al die dingen die zorgen ervoor dat onze leerlingen zo praktisch mogelijk te werk kunnen gaan. Goh, dat weten we eigenlijk nog niet of dat ze een getuigschrift gaan behalen. Ah ja. Ja, dat speelt eigenlijk niet zoveel rol. Hè. Moesten jullie daar toch een beslissing over hebben van de school, dan kan u dat altijd gewoon aan onze school laten weten en dan passen we eventueel de klas nog aan. Ik had nog een vraagje. Wij wonen nu niet in de directe omgeving van de school. Hoe geraakt ze dan het gemakkelijkste bij jullie? Qua vervoer hebben we verschillende mogelijkheden. Hè. De eerste mogelijkheid is de fiets. De werken voor de school die zijn normaal gezien volgend schooljaar voorbij. Dat wil zeggen dat de fietspaden helemaal in orde gaan zijn, dat er langs de twee kanten een veilig fietspad is en dat er een veilige oversteekplaats is naar de school. Er is ook een polderpad dat aan de achterkant van de school loopt voor de leerlingen die bijvoorbeeld uit Hoevenen komen. Die kunnen daar volledig autovrij de school bereiken en ook daar is een fietsenstalling waar dat zij hun fiets dan kunnen achterlaten. Voor de leerlingen die een beetje verder wonen, is er een bus voorzien. Er zijn schoolbussen die hier op het schoolplein zelf parkeren. En er zijn ook lijnbussen waarbij een halte hier op school is. Dus dat wil zeggen dat ze eigenlijk niet in het dorp moeten komen. Zij kunnen gewoon hier afstappen en ineens naar de speelplaats gaan. Die mogelijkheden voor de lijnbussen, die vinden jullie op de website van de lijn natuurlijk of via onze website ook. En hoe verlopen de eerste schooldagen?
De eerste schooldagen, dat is natuurlijk altijd heel spannend, hè, voor een eerste jaar. Vandaar dat we een paar dingen doen, hè. Dus eind augustus is er al een ouderavond, waarin dat jullie samen met de leerling naar school kunnen komen. Dan gaan jullie de klas al leren kennen, de klasleraar. Gaan ze ook al zien in welk lokaal dat ze zitten. En gaan we ook al laten zien waar dat ze dan de 1 september worden verwacht op de speelplaats. Dan hebben ze al iemand die ze al een beetje kennen voor 1 september naartoe te gaan. De eerste 3 dagen van de school is het nog geen les voor de leerlingen, maar dan zijn het onthaaldagen. En dat houdt in dat de leerlingen elkaar veel beter gaan leren kennen, de school gaan leren kennen, de leerkrachten en onze werking hier op school. En meestal na die 3 dagen vinden ze al heel goed hun weg hier op de school. Ah ja. En hoe zit het eigenlijk met boeken en werkboeken en ander materiaal? Ja, voor de boeken en de werkboeken, die worden via de school aangekocht. Wij werken voornamelijk met werkboeken, waarin dat ze gaan schrijven. Die werkboeken kunnen ze hier op school laten. Ze krijgen een kastje in hun lokaal. Daar kunnen ze de overschot van de werkboeken achterlaten, zodat ze niet altijd met alles moeten sleuren. De rest van de werkboeken scheuren ze uit en daarmee werken wij voor, met kleurenkaftjes. Dus elk vak heeft zijn eigen kleur van kaftje, zodanig dat ze eigenlijk allemaal dezelfde kaft hebben voor hetzelfde vak. Dat maakt weer dat er wat meer structuur is voor elke leerling. En zijn er examens in het eerste jaar? In het eerste jaar A hebben wij examens. Die examens gaan door met kerstmis en in juni. Maar die worden daar heel goed op voorbereid, die leerlingen. En die krijgen daarvoor ook genoeg structuur om dat te plannen, omdat dat allemaal wel nieuw is. In 1B richten wij geen examens in. Daar hebben ze alleen maar herhalingstoetsen bijvoorbeeld. En werken wij tijdens de examens met projecten. En Frans lukt niet zo goed. Is er daar bij jullie remediëring voor? Wij hebben inderdaad een uurtje remediëring per week. Tijdens dat uur remediëring kunnen ze bijgewerkt worden voor allerlei vakken. Dat wordt eigenlijk vooral besproken met de vakleerkrachten, maar ook de leerlingen kunnen zelf op vraag naar een remedieringsles komen. En ja, ze heeft eigenlijk ook wel een beetje problemen met schrijven. Is er daar een vorm van ondersteuning? Als uw dochter probleem heeft met schrijven en daar is bijvoorbeeld een verslag van of een andere leerstoornis, dan hebben wij daar 2 speciale leercoaches voor en zij gaan de uitleg daarover eventjes geven aan u. Oh, hallo, ik ben Sandra Verniers en ik ben hier op school een van de 2 leercoachen. Mijn collega Inge Stijnen is hier vandaag niet aanwezig. Ik ga wel proberen om jullie al een beetje informatie te geven over wat wij hier op school doen. Ik zei al het woord leercoachen en daar hoor je eigenlijk al een beetje aan wat wij hier op school doen. Het draait hier bij ons rond leren. Wij gaan zowel begeleiden als het gaat om leerstoornissen als om leerproblemen. Ik zal eerst leerstoornissen uitleggen. De bekendste, die ken je wel denk ik, dat is dyslexie, dysorthografie of dyscalculie. En daar kunnen wij hier op school extra maatregelen voor opstellen. Het andere begrip dat ik zei, dat waren de leerproblemen. Daar denken wij eerder aan een begeleiding qua studiemethode of studieplanning. Dus denk jij dat je ergens wel tips kan gebruiken bij hoe je beter kan studeren of hoe je beter kan plannen om je schoolwerk te doen, dan kan je daarvoor ook bij ons terecht. Sowieso kan dat gaan via je leerkrachten hier op Pito. Als zij vaststellen dat je ergens hulp bij kan gebruiken, zullen zij zeker ons om raad vragen, maar jij kan dat ook zelf altijd vragen. Dus blijf zeker niet met iets zitten. We zouden heel graag hebben dat als je een vraag hebt, dat je die wel degelijk aan ons stelt. Verder denk ik dat ik alleen nog maar kan zeggen, veel succes. Zeg, en het is misschien een stomme vraag, maar die stem, waar staat dat eigenlijk voor? STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Hallo, ik ben Jolde Smet en ik geef STEM op het Pito. Hallo, ik ben Sophie Brouwers en ik ben leerkracht wetenschappen in het eerste jaar. Als jullie naar het Pito zouden komen, dat betekent dat je ongelooflijk geïnteresseerd bent in wetenschappen en techniek. Maar natuurlijk willen we hier op het Pito niet alleen de wetenschappen en techniek uit de boekjes studeren, we willen vooral zelf doen. En dat doe je in de stemlessen in het eerste jaar. Als jullie bij ons hier in de stemlessen komen, dan gaan we aan heel veel verschillende projecten werken. Dit jaar zijn we begonnen met een project rond de roze platgister. Wij zijn de luchtkwaliteit gaan onderzoeken aan de hand van de roze platgister. Het volgende project dat we hebben gedaan is het project van de studieplanner. Tijdens dit project
ga je een studieplanner maken die ga je helpen om de examens goed te kunnen voorbereiden. En wat er leuk is aan dit project is dat jullie allemaal een verschillend eindresultaat gaan krijgen. Wij werken hier trouwens met heel veel verschillende projecten. En nog een projectje dat wij gaan doen is, wij gaan programmeren. Wij gaan op verschillende manieren leren programmeren. Wij gaan de Mindstorms leren programmeren, wij gaan met Tinkercad werken om dan met de 3D-printer te kunnen werken. Vaak is dat namiddagje stem, die drie stemuurtjes dat je krijgt, het leukste uurtje uit de week. Want dat is helemaal op jou gericht. Je gaat aan de hand van een project zelf iets ontwikkelen dat bij jou past. Heel vaak zijn er verschillende manieren om aan iets te geraken. Stel nu bijvoorbeeld dat je een robot moet maken met de Mindstorms, hè, tijdens de stem. Dan maak je niet allemaal dezelfde robot. Dat zou ongelooflijk saai zijn. En geef toe, als je op een appartement woont, heb je helemaal geen grasmaaier nodig. Hier ga je eigenlijk het hele proces mee begeleiden en ga je alles van start tot op het einde doen. Je onderzoekt bijvoorbeeld, als we het over robotica en de Mindstorms hebben, wat heb je nodig? Wat heb je in je eigen leefomgeving nodig? Wat wil je maken? Dan ga je bekijken, hoe werkt dat nu eigenlijk, die Mindstorms? Hoe zit dat programmeren? Hoe moet ik die dingetjes in elkaar krijgen? Welke vorm is het beste? En dan maak je heel vaak in groepjes, werken we dan, hè, per 2 of per 3 of soms wel per 4 of 6, wat echt nodig is voor jou. Zo maakt iedereen iets anders en leer je ook wel een beetje iets anders, elk groepje afhankelijk van elkaar. Maar dat is nu net STEM. Creatief bezig zijn, gaan onderzoeken en een eindproduct afleveren op maat van jou en iedereen. Hopelijk ben jij mee geïnteresseerd om hier STEM te komen volgen. Want Pito, dat is toch een technische school? En wat kan ze dan na 1A en 1B doen? In de naam Pito staat inderdaad dat het een technische school is, maar met de nieuwe onderwijshervorming is dat een beetje veranderd. Dus wij gaan vanaf volgend jaar, in het derde jaar, hebben wij 3 opties. We hebben de doorstromingsrichtingen, de finaliteitsrichtingen en de dubbele optie. Wie in 1A start, heeft in het tweede jaar de keuze tussen stemwetenschappen of stemtechnieken. Binnen de optie stemwetenschappen zijn er 2 pakketten, industriële wetenschappen en techniekwetenschappen. In deze pakketten zit er een flinke dosis wiskunde en wetenschappen. Dus ben je voornamelijk een denker en zet je je ideeën ook graag om in de realiteit, dan komen je oplossingsvermogen, je oog voor techniek en je rekenkundige brein goed van pas. Deze richtingen bereiden je voor op de doorstroomrichtingen uit de tweede en de derde graad. Dat zijn richtingen die je voorbereiden op hoger onderwijs na het middelbaar. In het derde jaar hebben we daar dan voor jou de keuze tussen technologische wetenschappen of biotechnische wetenschappen. Technologische wetenschappen focust wat meer op techniek, mechanica en elektriciteit, terwijl biotechnische wetenschappen meer vakken bevat zoals fysica, chemie en natuurwetenschappen. In beide richtingen is wiskunde een heel belangrijk vak. In beide richtingen ligt de focus op theorie. Als je dan naar de derde graad gaat, dan blijf je dezelfde richting volgen als in de tweede graad, alleen de naam verandert een beetje. Technologische wetenschappen wordt in de derde graad technologische wetenschappen en engineering en biotechnische wetenschappen wordt in de derde graad biotechnologische en chemische wetenschappen. Wie in het tweede jaar kiest voor stemtechnieken, kiest voor een opleiding met meer oog voor de combinatie theorie en praktijk. Je kan dan kiezen uit de pakketten mechanica-elektriciteit of agro- en biotechnieken. Deze richtingen bereiden je voor op richtingen in de tweede en de derde graad met dubbele finaliteit. Dat zijn richtingen waarmee je na het zesde jaar ofwel kan gaan verder studeren aan een hogeschool ofwel meteen kan gaan werken. Die keuze is op dat moment aan jou. In het derde jaar heb je dan de keuze tussen de richtingen biotechnieken, elektrotechnieken, elektromechanische technieken, mechanische technieken en plant-, dier- en milieutechnieken. Biotechnieken bevat een grote dosis wetenschappelijke vakken, maar met minder wiskunde dan biotechnische wetenschappen. In deze opleiding krijg je ook veel meer labouren en veel meer praktijk. Biotechnieken is een perfecte voorbereiding voor wie in de derde graad biotechnologische en chemische technieken wil volgen. In deze richting leer je alles om een carrière in de chemische sector uit te bouwen en je kan ook nog verder studeren aan een hogeschool na het zesde jaar. Wie elektrotechnieken, elektromechanische technieken of mechanische technieken volgt, zit in de sector van elektriciteit en mechanica.
Afhankelijk van je keuze zal je in de derde graad voortstromen in elektrotechnieken, elektromechanische technieken of koel- en warmtetechnieken. Wie eerder van planten en dieren houdt, zal in de tweede graad plant-, dier- en milieutechnieken zijn hart kunnen ophalen. Afhankelijk van jouw interesse kan je in de derde graad dan kiezen voor agrotechnieken dier, natuur- en groentechnieken en tuinaanleg en beheer. Ook na deze richtingen kan je kiezen of je meteen gaat werken of dat je eerst een hogeschoolopleiding wil volgen. Als je start in 1B, heb je in het tweede jaar de keuze tussen stemtechnieken land- en tuinbouw of stemtechnieken nijverheid. Heb je een passie voor tuinen, parken en de planten die er groeien? Ben je het liefst zelf bezig met planten en dieren? Wil je graag weten hoe planten, bomen en groenten groeien? En wil je leren hoe dieren zich ontwikkelen? Wil je in de buitenlucht en in de praktijk uitproberen wat je in de klas hebt geleerd? Dan voel je je zeker thuis in land- en tuinbouw. Bij nijverheid krijg je combinatiepakketten mechanica en elektriciteit. Hier ontdek je de wereld van techniek en werk je met verschillende materialen. Ga je met diverse soorten gereedschap aan de slag? Print je je eigen ontwerp op een 3D-printer? Leer je plannen tekenen en schema's ontcijferen en probeer je dingen te herstellen. In de B-stroom word je voorbereid op de richtingen met finaliteit arbeidsmarkt uit de tweede en derde graad. Dat zijn richtingen waar veel praktijklessen worden aangeboden. Door de afwisseling van theorie en praktijkvakken kan je ook meteen uitvoeren wat je geleerd hebt. Wie eerder van planten en dieren houdt, zal in de tweede graad plant, dier en milieu zijn hart kunnen ophalen. Afhankelijk van je interesse kan je in de derde graad kiezen voor dierenzorg, dier en milieu, groenaanleg en beheer of paardenhouderij, maar dan in een duaaltraject. Wie in de tweede graad elektriciteit volgt, krijgt hier al een pakket elektriciteit en sanitair. In de derde graad opteer je dan voor elektrische installaties of sanitaire en verwarmingsinstallaties. Ga je voor mechanica in de tweede graad, dan krijg je al een flinke dosis lassen en werktuigmachines. In de derde graad kies je dan voor lassenconstructie of mechanische vormgeving. Na deze derde graad ben je dan voldoende voorbereid om je plaats in te nemen op de arbeidsmarkt. Nu, jullie zijn nogal een grote school, hè? Zitten alle leerlingen allemaal samen op één speelplaats? Want ons Katja is nogal verlegen en vroeg mij dan af, ja, stelt dat ze het wat moeilijker heeft, bij wie kan ze dan terecht? Het is inderdaad een hele grote school, hè? Dat klopt helemaal. Voor onze leerlingen van de eerste graad hebben we daarom een aparte speelplaats, waar dat ze dus met het eerste en het tweede jaar zitten. Daar zijn ook extra opvoeders op die speelplaats en die gaan jullie via het volgende filmpje leren kennen. Hey, ik ben Filip van Linden. Ik ben Stefan Kamers. En ik ben Willem Uitwilgen. En wij zijn opvoeders hier op school die eigenlijk zorgen voor de leerlingbegeleiding van onze kinderen. Als je met een probleem zit of je zit niet goed in je vel, kan je steeds bij ons terecht. Onze taak is er eigenlijk om ervoor te zorgen dat jullie je goed kunnen voelen op school. Ook staan wij steeds op de speelplaats tot jullie beschikking. Als jullie willen, kunnen jullie gerust meekomen kijken hoe die eruit ziet. We beschikken over een ruime fietsenstalling waar je fiets tijdens de schooluren veilig achter slot en grendel kan staan. Via deze ingang komen we op de aparte speelplaats voor de eerste graad. Deze ruime speelplaats biedt voor ieder wat wils. Voor de sportievelingen bieden we tal van mogelijkheden. Zo hebben we de basketbalring, hebben we 4 pingpongtafels, de voetbalring, en nog een grote voetbalkooi. Voor leerlingen die op zoek zijn naar iets meer rust en kalmte, kunnen die terecht in de rustige en groene ruimte.
Ik hoop dat jullie zo een beter beeld hebben gekregen van onze school. En we hopen jullie te verwelkomen in september. Tot dan. Ja, uiteindelijk, stel dat we ze nu willen inschrijven, hoe gaan we dan verder te werk? Als jullie willen inschrijven, dan zijn jullie natuurlijk van harte welkom. Jullie kunnen via de website www.pitostabroek.be een aanmeldingsformulier vinden. Daar kan u nu al terecht. Vanaf dat uw dochter is aangemeld, wordt ze eigenlijk ook automatisch ingeschreven. Moest jullie toch beslissen om voor een andere school te kiezen, dan neemt u gewoon even contact op met de school. Wilt u toch inschrijven na die aanmelding, dan kan dat vanaf 1 maart. Vanaf dat uw dochter is aangemeld, verloopt die inschrijving eigenlijk heel snel en hoeft u niet per se nog naar de school te komen. Ah ja, oké. Ja. Ah, dankjewel voor die informatie. Ja. Ja, tot binnenkort. Ik wil jullie alvast ook nog uitnodigen op onze inschrijvingsavonden. Deze vinden plaats op maandag 1, dinsdag 2, woensdag 3 en donderdag 4 maart. Deze worden volledig ingericht volgens de coronamaatregelen. U kan dit verder nog bekijken op onze website en via sociale media. Hopelijk tot dan!